afgelopen zaterdag had ik een dienstreunie. Ja, ik kom uit de periode die ik dienstplicht had. Dat was 25 jaar geleden. In 1987 ging ik dienst in. En het gekke was van dienst. Mijn eerste dag stond ik daar in de pakking. Met zo'n bed. Dat een kast. Dat een blaadje hoe die kast precies ingedeeld moest worden. Er geen stof op liggen. Ik had het naar behoren gedaan, dacht ik. En dan sta je daar zo. Komt er iemand voor je staan. Oh man! Ja, toen moest ik lachen. Ik denk, wat is dit voor een idioterie? Toen kreeg ik eigenlijk al iets met autoriteit. Dat ik dacht van, wat een jeuk. Maar goed, je moet in dienst toch een beetje in het gareel lopen. Anders val je eruit. Ik zat bij de Marcus Cusset, dus ik had ook nog een beetje een voorbeeldfunctie soms richting anderen. Omdat je bent van de militaire politie. Maar autoriteit, dat vond ik altijd een moeilijk ding. Goed, ik had geen opleiding, ik was een drop-out. Ik had 6 jaar MAVO gedaan, ik was wat rebels. Toen ben ik naar de middelbare school gegaan. Toen dacht ik na het eerste jaar, of in het tweede jaar met de kerstvakantie, wat de heck doe ik hier? Ik moest allemaal dingen leren waar ik eigenlijk geen interesse in had. En ik wist eigenlijk ook niet wat ik wilde. Dus ik ging dus maar de dienst in. Dus ik kwam dienst uit, geen diploma. Ja, 6 jaar MAVO, dan kom je bij een uitzendbureau. Ja, ik dacht dat ik wel wat kon. Ja, maar zij vonden van niet. Dus ik mocht naar de Coberco, een fabriek in Nijkerk. En dat was een melkfabriek. En dan had je lopende banden. En dan had je melkflessen die eroverheen gingen. En die hadden actiestickers. En elke keer ging die machine een actiesticker, dus die melkflessen kwamen langs. En die machine die ging die actiestickers erop plakken. Maar de halve flessen, die waren kleiner en dunner, daar kon die machine die actiestickers niet helemaal plakken. Dus de randjes kon ik achter die machine de randjes aan de flessen plakken. Ik dacht, dat vind ik niet zo'n... ik naar het uitzendbureau en zei, dat moet anders. Nou, toen mocht ik naar Heuga, in Scherpenzeel, Heuga aan het tapijt. Er was een hele grote machine. Uit een hele grote tapijttegel, 9 tegels stansen. En dan bleef er een randje over. En dan mocht ik met een haak dat randje op een lopende band leggen, wat naar het vuil ging. De machine was kapot en ik werd vervangen. Ik mocht niet de machine vervangen. Dat was echt helemaal niks aan. En toen dacht ik, fuck, wat moet ik nou? Nou, toen ben ik weer gaan leren tijdens mijn werk. Ik had allemaal kutbaantjes en uiteindelijk had ik een baantje waar ik op de vrachtwagen mocht en ik mocht vertegenwoordigen in mijn horeca snacks en ik mocht dat op donderdag tijd langs op een horeca brengen, frikandellen, pralta, dat doe ik allemaal. Ja, dat was wel leuk, maar voornamelijk gebruikte ik dat, want ik was al samen, ik woonde al samen, ik moest toch inkomsten krijgen. En ik wilde naar mijn passie zoeken, want ik had geen idee. Wat ik wel wist, is dat ik iets met commercie wilde. Toen ben ik benieuwd A en benieuwd B gaan doen. Benieuwd B heb ik niet gehaald om al die statistieken, dat was net even niet interessant genoeg. Maar alle creativiteit omheen, hoe je verbindingen moest leggen met doelgroepen, dat vond ik donders interessant. En toen had ik B. En toen dacht ik, nu heb ik diploma's. Ik ging solliciteren. Ik bij Henkel, grote wasmiddelenfabrikant. Van Persil, Dixon, allemaal wasmiddelenmerken. En daar begon ik als salespromoter. Wat mocht ik doen? In de supermarkt schappen wegzetten. Want de key account manager maakte op het hoofdkantoor afspraken. En ik mocht daar de afspraken controleren of in de winkel nog pakken. Van ons merk stond. En of ik ze nog een beetje recht netjes wil zetten. Binnen mijn opzegtermijn heb ik opgezegd en ik denk, wat de heik, dit vind ik helemaal niks. Mijn schoonouders helemaal zijn einde raad, want die dachten, heeft hij eindelijk een baan? Gaat goed met mijn dochter? Zegt hij op, want ik had auto van de zaak, nou alles. Maar ik dacht, dit is het niet. Ik kwam bij een cd-groothandel terecht en ik had geen verstand van muziek, maar toen kwam iets op en dat was video, huurvideo. Misschien hebben jullie dat nog gekend, de videobanden doe je een video voor, krijg je beeld. Ik dacht,
Als iedereen nou verstand heeft van muziek en niemand nog van film, kan ik misschien beter bestorten op film. Dus ik heb daar een koopvideoplan opgezet voor cd-zaken die door heel Nederland gevestigd waren. Want toen kon ik opvallen. Toen dacht ik, ik heb iets waarmee ik mijn eigen creativiteit uit kan waaien. Dat viel op, toen mocht ik met films werken, want op een gegeven moment was het CD, ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een cd'tje die heel interactief was, de voorloper van de dvd. En er waren machines die verkocht moeten worden. Dus ik werd gevraagd door Philips, omdat ik dat binnen mijn koopvideoplan had verkocht. Wil je niet bij Philips werken? Wauw, eigenlijk een grote geld. Ik dacht, ik zat in succes te denken, dat is status. Succes is een grote auto, succes is een 13e maand, succes is mijn pensioen, dat alles geregeld is. Dus ik dacht, nu is mijn kostje gekocht. Dus ik kom daar in die organisatie. Heel hard werken, waren allemaal veel hoger opgeleide mensen dan ik. Dus wat ging ik doen? Overcompenseren. Nog harder werken om te laten zien dat ik het wel kon. Dat viel op, dus uiteindelijk mocht ik naar de marketingafdeling. Dus ik heb daar als productmanager wat plannen mogen maken. Maar er kwam die autoriteit weer naar voren. Het is toch een hele hiërarchische organisatie. Zo'n piramide. Nou, als je naar de top wil, dan wil ik steeds meer. Klopt, maar ik heb steeds minder plek. Dus wat gaat er gebeuren? Iedereen gaat proberen elkaars baantje in te pikken. En dat hoeft niet altijd om de beste te gaan. Het gaat dan vaak ook om het netwerk wat je hebt. Nou, dat beviel me. Philips Media werd verkocht aan een ander. Dat was in de periode van Jan Timmer. Die wilde terug naar de koor. Let's make things better. Dat was toen bij de Leuvenkamp. Toen had ik de keus, ga ik mee met Philips, want dat was mijn baantje, of ga ik nu, ik had de kans, om samen met anderen ondernemer te worden. En ik was 28 en ik dacht, laat die stap maar wagen, want ik heb niets met die grote bedrijven. Ik heb niets met werknemerschap, want wat gebeurt er vaak, je hebt een plan, dat dien je in, dan krijg je na 4 weken terug, dan denken ze, dat is leuk. Maar we hebben dit ervan gemaakt. En je herkent eigenlijk je eigen plan niet. En als je wel je eigen plan herkent, is het niet meer jouw plan. Maar dan heeft je manager dat wel ingepikt. Want die wil dat eerst zijn. Daar wilde ik voor waken. Dus dan moet je zeggen, dan moet je het zelf doen. Toen begon ik een onderneming. Samen met een aantal anderen. Maar wat gebeurde daar? Er was een aandeelhouder. Die had meerdere BV's. En wij zaten hier met een minderheidsbelang in die BV. En dat heette Media Connection. En wat deden wij daar? Wij vertegenwoordigden labels van uitgeverijen op gamesgebied, CD-ROM gebied. Wij verkochten kindertitels, Ubisoft, dus een game manager, kennen jullie dat. Dat distribueerden we in Nederland in eerste instantie. Bij de Bruna's, bij de Free Record Shops. En wat deden wij? Er waren 3 mensen van Philips. Iemand deed sales, iemand deed marketing en iemand deed logistiek. Nou, die rollen hebben we behouden. Ik deed de marketing. Op een gegeven moment groeiden we naar UK en Spanje. En ik merkte, eigenlijk vind ik het niet leuk. En waarom vond ik het niet leuk? Ik zat hier met 3 aandeelhouders en nog een grote aandeelhouder. En wat gebeurt er bij die grote aandeelhouder? Ik doe een brilteken, maar het moet een guldenteken zijn. Die ging ons geld gebruiken voor deze BV's. Dus wat gebeurde hier? Wij, waar we beginnen te ondernemen, hadden geen idee van financiën. Dat zou hij doen. Hij had zijn taak. Als iemand dat doet, moet je erop vertrouwen, tenminste vind ik. Maar hier kwamen we tekorten. In deze BV's. En hier was het overschot. Wat is er dan makkelijker om af en toe met dat overschot van ons hier de rekeningen te betalen? Maar als jij een kaststroom hebt hier, waar steeds iets afvalt, dan kun je daar op een gegeven moment ook niet meer de rekeningen betalen. Dus wat gebeurde er? Wij hadden afname van relaties van ons, we hadden een partnership niet opgebouwd. En ik belde op een gegeven moment, Jan Henk, ik wil je niet meer leveren, want de facturen worden niet betaald. Ah, dat kan toch niet? Dus in januari kreeg ik dat te horen.
Ik bel van joh, ik moet dat even regelen, even beter regelen dat geld, want dat zou jij toch niet doen. Ja, die rekeningen weet ik betaald. Maar in februari belden er een paar meer. Ja, dan heeft die rekening nooit meer betaald. Wij weer naar boven, bellen. Ja, we hebben iets problemen. Ja, hoe kan dat nou problemen? We hebben toch een positieve kaststroom, want we hadden gewoon altijd winst gedraaid. En winst zegt niks, hè. Want als je debiteur niet betalen, kan je wel winst draaien, maar je hebt je geld in, want het staat bij je debiteur. Dus je moet wel zorgen dat het geld binnenkomt. Nou, dat is bij ons allemaal goed geregeld. Alleen ja, als hier steeds meer min geld is, dan kan je hier dus niet en niet meer financieren. Dus wat gebeurde daar? Achiel, maar keihard failliet. Waarom? Het hele zootje donderdom. Alles. En daar stonden we. Keihard gewerkt. Heel veel geleerd. Maar toch dacht ik, weer niet gered. 6 miljoen schuld achtergelaten met dit hele consortium. Gelukkig zat daar een BV tussen. Dat is goed georganiseerd. Een aantal van deze klanten, die hadden net geleverd naar ons. En die gingen ons in onze BV's persoonlijk aansprakelijk proberen te stellen. En waarom doen ze dat? Ze hadden op mijn blauwe ogen geleverd vlak voor het faillissement. Dus als jij voor 200.000 gulden spullen levert, dan ben je ze wel kwijt op dat moment, want ze zitten in het faillissement. Dus gelukkig is dit niet gebeurd. En gelukkig kom ik met een aantal andere labels op de Nederlandse markt actief worden. Dus wat gebeurde er? We gingen hetzelfde doen in een kleinere vorm. Maar nu deed ik dat niet meer met deze aandeelhouders, maar deze labels die werden fannoten. We gingen VOF opstarten. Ik was directeur van de VOF. Zij leverden de labels, we financierden dat allemaal met elkaar. En vervolgens gingen we de markt benaderen. Nou ja, wat krijg je dan? Het ene label is het andere niet, want je bent wel met elkaar als team, maar als ik met mijn team meer aandacht geef aan de een dan aan de ander, krijg je een bepaalde frictie. En iedereen eist de maximale aandacht op. Toen dacht ik, zit ik weer in iets waarin ik mijn eigen pad niet kan bepalen. Internet kwam toen opzetten, ik praat over 98 zo'n beetje. En toen dacht ik, ik heb bezit de rechten niet, hè, want het is een rechtenkwestie. Hè. Dus als iemand een recht heeft van een bepaald karakter, die kan publiceren op CD-ROM of video of op internet, dan kan hij dat exporteren. Maar wij waren ertussen geschaard. Dus ik ging naar hem toe van als internet komt, wil ik eigenlijk aandeel hebben in jouw label om veel meer op internet te kunnen doen. En ook de illegale kopieën kwamen op. Nou, dat wilden zij niet, want zij gingen heel erg beschermend doen. Misschien terecht, maar goed, dat kunnen we het straks over hebben. Maar in ieder geval, hun eigen markt beschermen, niet mij niet toe. Nou, dat was niet een basis om verder te gaan. Dus toen ben ik gaan nadenken van, dat internet is een kans. Wat kan ik daarop doen? Ik vond dat ik inmiddels zoveel sales en marketing ervaring had, dat ik samen met mijn huidige compagnon heb gekeken naar die markt. En wij wilden de tussenschakel vormen tussen ondernemers en techneuten, want die ondernemer die wist er helemaal niks van. 12, 13 jaar geleden, daarna ging op het internet en dat konden wij hem vertellen. Dus ik ben hier uitgestapt, uit die vennootschap. Ik had een opzegtermijn van 9 maanden, want ik voelde me verantwoordelijk en ik zou een nieuwe directeur zoeken. En die 9 maanden waren hele lange maanden, omdat niemand je meer vertrouwt, omdat ze altijd denken, je bent al voor dat andere bedrijf bezig, dus je hebt continu frictie. Als ik terugkijk hierop, denk ik heb me steeds laten leiden door kansen die zich voordeden, maar ik heb nooit echt het heft in eigen handen genomen. En probeer niet afhankelijk te worden van anderen in jouw handelen. Dus probeer je eigen pad te volgen. En probeer alles wat je doet in je onderneming te controleren. Want als ik wist in deze kaststroom, als ik daar inzicht in had,
dan had ik misschien anders gehandeld, maar de afspraken lagen anders. Probeer wel, als je start met ondernemen, dat je de maximale vrijheid behoudt om te handelen, maar voornamelijk ook te switchen. En te switchen, daar wil ik het nu over hebben, want ik maak de stap naar Admir. Zijn er vragen tussendoor? Is die vent van de bovenliggende BV wel persoonlijk aansprakelijk gesteld? Dat is een goede vraag. Ik had het verwacht, want het was compleet mismanagement in een aantal delen. Niet gebeurd. Dus als je jezelf goed organiseert binnen BV-structuren, dan moet je het wel heel erg slecht doen om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. En wanneer dat vaak gebeurd is, als je de belastingen niet betaalt, als je UWV niet goed betaalt, weet je, als je dan gaan ze echt van mismanagement dichten en kunnen ze je aanpakken. Maar er zijn heel veel ondernemers, en ik heb er zelf ook wel last van gehad, die gewoon bij je bestellen en niet betalen. En sommigen doen dat gewoon bewust, maar zodra ze hun bv'tje weer laten klappen en jij hebt heel veel geleverd, nou, dat valt allemaal buiten de persoonlijke aansprakelijkheid. Toen kwam het idee om Admium op te zetten. En Admium is een bedrijf wat destijds zeg maar websites verkocht. We hielpen ondernemers aan websites. Dat was in de periode. YouTube stond er niet, Google stond er niet. Maar die ondernemer moest wel wat met internet en daar hadden wij een leuk idee voor. Ja, zo bouwen wij een netwerk op. Netwerk is voor ondernemers heel erg belangrijk. Dat je weet met wie je zaken kan doen en die aanpalende diensten heeft om jouw kennis en diensten uit te brengen. Maar Admium had op een gegeven moment het concept kroegenweb.nl. Kent iemand dat? Ja. Ja. Nou, het is nu wat verouderd, we zijn nu bezig om daar een nieuw leven in te blazen. Maar in 2001 kwamen we met dat concept. En dat was het leukste wat er was. Want dat hadden we zelf bedacht. We gingen zelf een boer op met foto's maken, fototeams aansturen. En daar merkte ik, oké, als je dus mensen kunt inspireren om met je mee te doen, met jouw concept, dat vond ik eigenlijk het leukste wat er was destijds. En dat groeide aardig. We hadden op een gegeven moment 1100 cafés. We gingen eens met carnaval onze fototeams het land insturen, voornamelijk naar het zuiden. Maakten ze 12.000 foto's. Die werden online gezet en wij dachten, waarom gebeurt er niks? Dus het was vrijdag begon carnaval tot dinsdag. En in die tijd zetten we 12.000 foto's online. Er was wel op bezoek. Maar ja, die carnavalisten, die gingen op woensdag, werden ze pas wakker. En toen knalde onze server eruit, want iedereen wilde meteen foto's bekijken. Ja, weer een les geleerd. Probeer altijd op je piek voorbereid te zijn. Want het is wel een mooi verhaal, maar je krijgt dan ook een heleboel klachten. Inmiddels is dat helemaal achterhaald dat je server eruit kunt knallen met virtuele hosting. Zijn dat soort problemen al opgelost. Maar goed, wat wij gingen doen. Ik heb mijn wekker gezet om 10 uur, dan is het nu 10 uur. Ja, zie je. Ik pak nog 10 minuutjes, want jullie hadden ook 10 minuutjes gepakt. Dus wat Admium ging doen, is groeien. En wij hadden kroegenweb en dat was hartstikke leuk. Maar wat deden we? Het waren allemaal hele kleine omzetbedragen. 300 euro per jaar, 400 euro per jaar. Maar goed, als dat 2 ton oplevert, is dat best veel per jaar. Ja, als je kosten veel hoger zijn dan die omzet, dan heb je er nog niks aan. Want wij hadden onszelf een soort bedrijf, met onszelf een bedrijf opgebouwd, met op een gegeven moment 21 man. En 21 man, dat kost een hele hoop geld. En 21 man, alle mondjes voeren, zie je zelf. Dat is best lastig. Als je 80 tot 90.000 euro in de maand moet scoren, dan ga je het niet op 300, 400 euro doen. Dus wat deden wij?
We hebben ons concept laten verslappen. En zijn Admium gaan opbouwen veel meer als webbureau. En dat deden we goed. Zoekmachine marketing kwam op, want website 1 was leuk, maar zoekmachine marketing, je moest ook gevonden worden als ondernemer. Ja, later kwam daar social media bij, ik gaf al aan, ik Twitter sinds 2007, dus wij waren heel vroeg betrokken bij social media. En altijd om die ondernemer, die klant, te helpen in inspiratie en dat we weer ons gaan kopen. Maar goed, mijn compagnon en ik gingen heel erg nadenken. Wat moeten we hard werken? En was ik daar een ondernemer voor geworden? Ik was slaaf geworden van mijn kosten. En ik dacht, als ik nu zonder Admium zou zijn, wat ben ik waard? Ik kan alleen maar iets verkopen wat een ander kan maken. Toen zeiden we tegen elkaar, oké, dat moeten we anders doen. We hebben de productie zo georganiseerd dat wij daar veel minder bij betrokken moeten zijn. En zijn veel meer kenniswerkers gaan worden. Want ik wilde rond mijzelf waarde creëren dat ik omzet kon maken zonder Admium. Want anders was het, ik verkocht een website en eigenlijk door iets wat een ander produceert werd ik uitbetaald. Dat vond ik niet prettig. Maar wij zagen ook, software wordt ooit gratis. Kennen jullie WordPress? Ja, het is een gratis blogsysteem, het is bijna een compleet CMS voor grote websites. Als je een eigen CMS hebt, dan verkoop je zelf websites misschien voor 10, 20, 30.000 euro. Terwijl sommigen dat gewoon voor 500, 600 euro kunnen op een zolderkamer, omdat ze gratis tools hebben als open source. Dus wij zagen ook dat daar een toekomst meer in zat. Op de lange termijn, zit er nog steeds in, op de lange termijn wordt software ooit gratis. Dus je moet ook steeds je markt in de gaten blijven. Maar de afgelopen 2 jaar zijn wij kenniswerkers geworden. Wij hebben ons verdiept in bewegingen als content marketing, social media, online marketing. Dus daar zijn wij kennishouders in geworden. Daar kom ik straks op terug hoe je dat in deel 2 hoe dat kan worden. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben kennis weggegeven de eerste 1,5 jaar. Dan zeg je van ja, dat is raar, je geeft iets weg, maar dan wil je er toch iets voor terugkrijgen. Maar doordat we kennis zijn weg gaan geven, hebben we heel veel interactie gehad met ondernemers. Daar leer je dan weer van. En op een gegeven moment kom je in een U-bocht, komt er altijd weer omzet terug. Dus het najagen van omzet, dat gaat altijd, heel vaak kosten neemt dat met zich mee. Omdat je vaak niet de schaalvergroting krijgt die je zou willen. Ah, en er zijn natuurlijk hele mooie modellen, hè, dat je bij een bepaald aantal medewerkers op een gegeven moment veel meer kan verdienen. Maar ja, als je 25 tot 35 medewerkers wilt, dat betekent wel heel veel omzet. En dat betekent soms ook veel minder vrijheid. Dus je moet voor jezelf nadenken, wil ik klein of wil ik groot? Welke voor- en nadelen zitten daaraan? Nou, wat wij bij Admium nu gaan doen, is wij gaan ons bedrijf ombouwen naar een van productiebedrijf. Dacht ik, dat is met keihard werken. Veel kosten, want ik wilde een bedrijf hebben. Veel mensen, waarom? Ik weet het niet, maar dat moest zo waarschijnlijk. Een dikke auto rijden, een A6. Allemaal mooie dingen doen in het leven. En er dan eigenlijk achter komen. Ik heb nu wel bezit, maar wat heb ik eraan? Ik word er niet gelukkiger van, ik moet er alleen maar harder voor werken om al de kosten die ik en de verplichtingen die ik gemaakt heb te kunnen betalen. Dus mijn visie in het leven is, zoek naar je passie, maak niet te veel kosten, zorg dat je vrij blijft en dat je kan handelen zoals jij het wil. Daar wou ik dit gedeelte bij afsluiten. Heeft iemand vragen? Dan zou ik zeggen, een kwartiertje pauze. 10 minuutjes wil ik maken. 10 minuutjes, dus 5:30 zit hier allemaal weer. Ja? Ja, pas op.